Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Heren, hoe kun je deze wedstrijd samenvatten en dan vooral de tweede helft? Ja, slecht. Onze slechtste helft sinds weken, denk ik. En de eerste grote teleurstelling weer sinds lange tijd. Ja, ik had eigenlijk in de rust had ik wel het idee van jullie hebben het onder controle. Ja, dat had ik ook. Alleen je merkte dat we dat wat jongens niet fit waren. We moesten wat wisselen, wat dingen omzetten. En dat heeft ons geen goed gedaan. En dat bedoel ik niet per se de jongens zelf hoor. Maar ja, dan zie je wel dat dat de ervaring dan misschien mist om over de streep te trekken. Ja, ligt het dan ook aan het drukke programma wat jullie de afgelopen week hebben gehad? Of de... Ja, jawel. Natuurlijk, jongens zijn wel vermoeid van het drukke schema. Alleen, dan moet je misschien iets eerder wisselen. En dan, dan vallen net, denk ik, de dingen die de afgelopen weken wel goed vielen, vallen dan niet meer goed. Ja, de twee keer binnenkant paal eruit. En, al met al gewoon zelf niet goed gedaan. Alleen, we hebben wel gezegd, je moet dan eigenlijk met een gelijkspel naar huis gaan. Nou, eigenlijk klinkt je best wel realistisch vooral, is het goede woord denk ik. Hoe is dat bij jullie net in de kleedkamer ook besproken? Ja, hetzelfde. Het is gewoon niet goed genoeg vandaag. En wat ik zeg, de laatste weken teerden we een beetje op eigenlijk de vastigheden die heel goed gingen. En we begonnen natuurlijk al met twee andere jongens. Nou, dan wisselen we nog een paar keer. Ja, en dan vallen de automatismen een beetje weg. En zo dicht zit het soms bij elkaar. Ja, en dan verlies je. Ja, is dat niet eigenlijk gek dat je al zo ver in het seizoen bent dat dan de automatismes toch niet goed gaan? Nee, ja, ik denk als je dit op gaat zoeken dat we nog nooit met deze opstelling gespeeld hebben. Dus dat niet. We hebben het gewoon met deze groep te doen. En wat ik zeg, het ligt niet per se aan de jongens zelf hoor. Die hebben er denk ik alles aan gedaan. Maar ja, het was, dan ziet het er niet goed uit. Ik denk dat jij jouw 200ste wedstrijd in het graafschap shirt wel iets anders voorgesteld had. Ja, weet je, dat maakt mij niet uit. Het gaat mij erom... dat ik zelf 200 wedstrijden heb gespeeld, dus daar ben ik heel blij mee. En uiteindelijk zijn dat de dingen die je later herinnert. En dan ga ik me niet druk maken dat we hier verloren hebben. Het was wel mooi geweest om het te bekronen met het doelpunt. Als je er ook nog kijkt, als je even naar voren wordt gestuurd. Ja, dat was wel jammer. Ja. Dat ging er wel in mijn hoofd door. Ik had één moment dat ik misschien kon schieten, maar het was te mooi misschien. Ja, je zei al eventjes, de 200 is een mooie mijlpaal. Op naar meer, denk ik. Ja, als het aan mij ligt wel. Ik denk dat het goed gaat met mezelf en ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus we gaan eens zien wat de toekomst brengt. Ja, vooral na de winterstop natuurlijk een lange periode waar geen tegendoelpunt hebt gekeken. Hoe kijk je daarop terug? Ja, wat ik zeg, ik denk dat ik nog steeds groei als keeper en goede dingen doe. En dat ik voor deze groep een hele betrouwbare keeper ben. En dat wil ik blijven en ik wil nog steeds beter worden. En dat kan hier met mijn keeperstrainer, met Jordi en Rondeel. En daar wil ik heel graag mee verder.